Voor de vijfde keer in de geschiedenis van de club staat Vitesse in de finale van de strijd om de KNVB-beker. Zondag is Ajax de tegenstander. In de aanloop naar de wedstrijd besteden we iedere dag aandacht aan de bekerfinale en aan Vitesse. Vandaag doen we dan met Twan Potjens. Zijn liefde voor de Arnhemse club gaat verder dan het indrukwekkende scala aan zwart-geel dat zijn woning bekleedt voor de finale. Volgend seizoen wordt mijn 25e jaar bij Vitesse dat ik bij de club kom. En de laatste 6-7 jaar ga ik samen met mijn zoon. Gezellig, allebei zij en zij. Ook uit wedstrijden samen. Ik ben ook de vertrouwfoto's laten maken bij het stadion. In het stadion, het oude Sports Home. Zo zie je ook een keer een reclamespotje van de halve finale tegen Sparta. Daar kwam ik in één keer ook in beeld. En hebben ze een foto van laten maken. Dus ja, die hard Vitesse naar. Waar heb je aanzoek gedaan? Die aanzoek heb ik gewoon thuis gedaan. En je droom was dan om zeg maar de foto's te maken bij het stadion? Nou, de vrouw wou graag foto's laten maken bij Burgersoe. En dat ging helaas niet door. Dus toen zei ik van nou, dan gaan we naar het Gelderdoom. Vervelend alternatief? Nou, voor haar niet. Ze deed het ook voor mij. En ze houdt gewoon heel van mij. En ze zei, ik heb dat voor jou wel over. En ze, zodoende. Ja, er zijn best wel een paar leuke foto's gemaakt. Vertel daar eens wat over. Dus in de kleedkamer. Dus bij de hoofdingang. Dus buiten bij de hoofdingang. Dus de oude supporters home, de persruimte, home of history. Dus ja, overal zijn wat foto's van geschoten, zeg maar. Alleen de middenstip kon helaas niet, omdat de grasmat er net uit lag. Die hadden ze net afgeschraapt, zeg maar. Dus dat was één grote zandbak. Dus dat was jammer, want dat was eigenlijk ook wel iets wat ik graag wou op de middenstip, maar goed. De rest heb ik wel kunnen doen en ja. En leeft het hele gezin mee met Vitesse? Want ik bedoel, niet iedereen zou er misschien gesommeerd zijn als papa Vitesse-fan is. Die dan het hele huis eventjes van binnen en buiten in zwart maakt. De vrouw heeft een hekel aan voetbal. Dat merk ik altijd wel. Maar ja, samen met mijn zoon zijn wij eigenlijk de enigste twee. En dat zit ook op voetbal. Ja, en we gaan ook altijd samen nogmaals. Dus ja. Het is gewoon een vader- en zoonmomentje en dat zijn echt onze uitjes, zeg maar. Nou, de voortuin is heel mooi opgetuigd en de geel-zwart kleuren. Is dat het hele jaar door? Of is dat echt in de aanloop richting de bekerfinale half april? Nee, het is echt in de aanloop van de bekerfinale heb ik dit allemaal gedaan. Helaas zonder supporters, anders was je er wel heen gegaan. Ja, we waren er allebei heen gegaan dit jaar. Ik vond het wel jammer dat we er niet naartoe mogen. Helaas is het zo. De regels zijn regels. Helaas. Dus we maken er gewoon thuis het beste van. Zeg thuis maar. Met het gezin of is de hele woonkamer vol? Of nou, buiten kijken met mooi weer? Er komen wel een paar mensen, maar niet veel. Nou, dit huis is mooi versierd. Omdat het dus zonder publiek wordt gespeeld, hebben we door de hele stad al die mooie vlaggen staan. Hoe vind je dat? Dat Arnhem dat doet? Dat mogen ze elk jaar wel doen. Ook al spelen we niet in de bekerfinale. De stad hoort bij de club en de club hoort bij de stad. Dus ik vind dat zo hoort het. Dus dat mogen ze elk jaar wel doen. En wat gaat er gebeuren als Vitesse de beker wint? Party. Gaan we een feestje bouwen.